Hallo kijkers, goedemorgen allemaal. Welkom weer op mijn gloednieuwe vlog. Mijn naam is Theo Remus. Ik heb hier geslapen. Waarom? Omwille van mijn rug. Ik vond geen rustige houding. En ja. Toen heb ik eens gezegd van fucking hell. Ik ga proberen op mijn in de zetel liggen, gaan te liggen, en dat heeft geholpen. Maar, daar is opnieuw een maar. Daardoor ben ik wel de kinesist vergeten te gaan. Want ik heb weer verhuisd om 4 uur 's nachts. Ik zat hier gewoon te woelen, te woelen, te woelen. Want ik was aan eigen moest ik eigenlijk al bij de kinesist zijn, maar dat is dus gefaald. Maar, voor geluk ben ik nu wel wakker. Voor naar de OCME te gaan, dat dat niet valt. Wacht, hè. Heb ik dan alles? De papier, GSM, portefeuille. Ja, ik heb alles. Nu eens vertrekken, want het is al bijna 10 voor 11. En ik heb om 11 uur een afspraak. Ik moet het niet zot gaan doen op de baan. Dus ik ga het rustig tot daar gaan en oh man, zo slecht slapen, dat is wel niet leuk. Echt niet leuk. Echt niet. En weer van die yoghurt grapjes van alles. En dan boven die mannetjes ook getrokken. Fucking hell. Fucking hell. Oh ja. Heb ik een post, misschien ook nog voor ons mee. Eens even kijken. Ja, goed dat ik mijn brievenbus open doet. Er zat 1 brief bij wat ik nog nodig had. Ja. En weet je wat ik dan ook nog gevaarlijk vind? Als er ook zo boekjes zijn die meegeleverd worden, dat dan die brieven, als die in een brievenbus gestoken worden, die brieven soms dan ertussenin kunnen vallen. Yippie-ki-yay, yippie-ki-yo-ho, yo-ho. Halle, ik ga eens vertrekken. Dan moet nog al die papiertjes moeten ook nog eens mee. Ik was using een knap. What the fuck? Nee, hier. Niet hier dicht bij een beetje groen. Woem. Zoiets. Woem. Zo heel lichtjes. Woem. Dank je. Woem. Maak daar maar een meme van. Voilà. Dan kunnen we zo eens een meme maken. Van mijn woem. Ah wel, ik vraag me toch wel eens klein beetje af, bestaat er ook niet van mij een soundboard? Met altijd dat ik hetzelfde toch regelmatig zeg van yo 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 yo. Oh, ik moet ook nog tanken, juist. Dus voordat ik bij haar thuis aankom, moet ik tanken. En vandaag zijn er ook nog de groene containers. Dat heb je dus niet. Ja. Voilà, ik ben nu heel rustig onderweg naar OCME toe. Ik heb nog een mooi 11 minuutjes. Oh. Ik heb wel iemand dankbaar zijn. Dat is mijn schatje dat hij mij toch nog terug heeft wakker laten worden. Ja, ik kijk langs hier. Ik was aan het twijfelen. Maar is dat dan die 4 pinkjes aan? Dat je dan hier zo gestopt. Maar die rijdt zo wat vooruit. Dus die stond eerst stil, ja, en dan gaat hem maar vooruit. Oké, dan denk ik, oké, die gaat zich terug verplaatsen. En dan in één keer staat hem terug stil. Oké, dan.
Dat is gek wel gevaarlijk. Oh ja, ik heb ook nog vandaag nog internetproblemen ook nog hebben. Oh. Ja, want hij gaat even ook in een internetonderbreking zijn. Dus in mijn regio weer al. Met één voordeel nu. Rokershoest. Yes. Dat ik nog moet renderen van mijn vlog van gisteren. Wanneer dat gaat gebeuren, ik denk ergens in de namiddag. Dus hoogstwaarschijnlijk gaat mijn vlog ook easy peasy een keer te laat komen. En dan hebben ze gisteren al gezegd, zeg, ja, en jij wilt uw vlog al vervroegen? Ja, ik wil mijn vlog vervroegen, punt uit. Omwille van mij dat aan te leren. Punt uit. Excuseer. Dus ik ga jullie laten, want ik kom nu stukjes af aan bij de CME. Amai. Amai, hier zijn zware werkzaamheden bezig. Dus ja, daarna had ik nog niet even af kunnen drukken van mijn camera. Oei, ik zat bijna eentje te ver te rijden. Dan rijd ik nog goed door naar voren. Ik heb nog 8 minuten om te arriveren. Valesse. Dan moet ik mijn brief binnen doen van Jesse Ziekenhuis. Radoslav Koyev Advocat. En mijn 3 apotheekbonnetjes. En wat je daar juist spreekt van Radoslav Koyev. Ik weet niet, dat is een soort advocatenbureau. Voilà, ik ga jullie laten. Ik ga nu stelgens van rustig naar binnen gaan. Als ik vroeger binnen kon gaan, dat is top. Tot later allemaal. Yo, 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 yo. Ah ja, en nogmaals, sorry. Ik zit overdag ook redelijk veel te slapen. Dat ga ik ook wel eerlijk toegeven. Waardoor dat eigenlijk alles in gedrang komt. Want ik moet echt zo snel mogelijk terug mijn oude ritme terug kunnen vinden. Dat is eigenlijk om 12 uur stip gaan slapen. Tot een uur of, hoe laat was het, 6:30? 6:30 gewoon opstaan. Je dagtaken doen. En dan, tot 4 s'nachts terug gaan slapen. Voilà, zo moet het zijn. Maar zo is het momenteel niet. Zo is het momenteel niet. En dat is een klein beetje kloten. En nu nog voor hier uit de auto te geraken is ook altijd een klusje. Nou ja, ik ga ook eens altijd aan de bank kijken als ik daar ook nog papier aan heb liggen. Tot later allemaal, yo yo yo. Hallo kijkers, ik heb juist gekeken naar mijn vlog van gisteren. Oeh, die was wel redelijk kort hè. Jullie zijn dat niet gewonnen hè. Normaal gezien is het altijd een uur. Ik ga nu vertrekken naar mijn ouders toe om mijn was gaan te brengen. Daarvoor moet ik de deur open doen. En dan met mij naar rug. Die wasmand mee. Voilà, we zijn door nu in de lift. Ik weet niet als zij meegaat. Gaat je mee?
Nee. Allee. Helemaal eens, zorg eens ervan eens even trekken naar mijn ouders toe. En dan gaan we nog kijken wat we nog kunnen doen. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Hier iets verderop is het feest van de burgemeester bezig. Misschien de laatste keer. Hopelijk van niets. Mai Pinkse, ik wens u veel succes met de verkiezingen. Die binnenkort er zitten na te komen, 8 oktober. Nu omdat het zo donker is, jullie denken van, waar zijn je dan allemaal naar geweest? Er is iets privés gebeurd, ja. Ja, die moet ook toe. Mijn achterdeur stond... Ja, die is te goed dicht. Mijn achterdeur stond nog open. Wat met een auto. Ja, en er is dus iets privés tussen gekomen. Iets ernstig? Nee. Maar het was voor de veiligheid dat we het toch wel hebben ingelast. Dus ja, weten jullie dat? Ah ja, jij hebt mijn sleutel. Juist. Nog niet gezocht. Nog niet gezocht aan mijn 720. Nee. Ja, dat is het sleutelnummer voor binnen te krijgen. De 27 dat. En de 2. Was dat het? Hoi. Gaat je mee in de lift of niet? Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Ik heb ook iets halen, kijkers. Ik heb juist mijn slaappillen ingenomen. Ik ga bij deze al hier de vlog opnieuw weer al afsluiten. Het gaat echt even niet goed bij mij. Ik heb redelijk wel ook al last van mijn rug. Dus dat wordt heel veel rusten. Maar sowieso ga ik, voor jullie is dat vandaag. Zit ik op Hasselt vuurwerk, ga ik dat wel filmen en dan ben ik gewoon terug naar huis toe. Want voor de rest zal ik het niet aankunnen om ook naar de kermis te gaan of zo. Jammer genoeg. Oh. Maar ik ga wel sowieso 2 of 3 dagen er wel eens over Hasselkermis wandelen. En als er eens een attractiebediende zegt van, je mocht je GoPro installeren op mijn attractie. Ik heb hier in mijn kast heb ik er redelijk wat materiaal voor dat te kunnen doen op de attracties te kunnen monteren. Bij deze weten jullie dat goed. Voor de rest, ja, ga ik dus richting mijn bedchannel in. Kijk, op nu wat rusten. Ik zeg, het is niet leuk als je echt rugpijn hebt. Ik wens dat niemand niet toe. Een lumbago. Wauw. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn buik te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog of iets anders er gebeurt op mijn YouTube-kanaal. Dan nog één ding. Dat voor Encrypted. Nee, mijn GoPro staat niet te koop. Tot later allemaal. Yo, yo, yo.